Deze nieuwsuitzending die gaat over Netflix. Want tegenwoordig kan ik weer helemaal gratis en voor niets meekijken op Netflix van een account van een vriendin, van mijn vader, mijn stiefvader en mijn moeder. Heel aardig van die vrouw. Ze heet Nancy. Met mijn dochter heb ik het vroeger ook veel gekeken. Breaking Bad hebben we gekeken. Oh, die vond ik nog wel leuk. En Better Call Saul heb ik gekeken. Die vond ik ook wel leuk. En dan ga je doorkijken. En dan denk ik, wat? Er zijn twee dingen. Dat is dat iedereen die blank is, daar zit een luchtje aan. En dan met name als het gaat over mensen die blank zijn en man. Er zitten scènes in dat je denkt, jeetje, je zou het lef moeten hebben om de mannen te veranderen in vrouwen, de vrouwen dus in mannen, alle negers in blanken en alle blanken in negers. Negroïde moet je dan ook weer tegenwoordig zeggen, want wij mogen uitgemaakt worden voor white trash en bleekscheten, zeg het maar. En over die anderen moet je heel erg oppassen hoor, met wat je zegt. Ik vind het ongelooflijk. En nu zit ik net te kijken naar een Zweedse politieserie. En daarin is een politieagent. En die wordt naar een zaak geroepen. Want daar is een man uit Somalië of zo. En zijn gezin dreigt teruggestuurd te worden. En meneer besluit om met een geweer. Nou, volgens mij mag je in Zweden niet gewapend over straat lopen, hoor. Maar met een geweer, met hagelpatronen erin, gaat hij de sociale dienst naar binnen. En dan gijzelt hij een aantal mensen. Hij schiet de ramen aan flarden. De politieagent gaat naar binnen. Die weet hem niet te overmeesteren. Dan draait die Somaliër door. Die gaat opnieuw zijn geweer richten op die politieagent. En de politieagent die schiet hem in zijn linkerschouder. Vanuit de kijkers gezien rechts. En die politieagent krijgt de problemen, jongen. Jij bent een racist. Wat denk je nu eens even in? Dat wij hier in West- of Noordwest-Europa er zo een puinhoop van gemaakt hebben. Dat we denken, we vluchten naar Somalië. Waar wij een uitkering wensen. En gezondheidszorg. En scholing voor onze kinderen. En dan zeggen die Somaliërs tegen een enkel geval van ons. Nee, het gaat hem even niet worden. Je gaat maar terug naar Nederland. Naar Os. Alsof het leuk is in Os. En dan gaan wij met een geweer daar in Somalië eventjes zo'n sociale dienst dinges binnen. Hebben ze dat daar überhaupt? Maar we gaan naar de overheid toe en we gaan overheidsmedewerkers bedreigen met een geweer. We schieten daar de ramen aan flarden. Wat denk je dat er dan met ons gebeurt? En dan worden we in onze schouder geschoten en dan zijn wij de zielepoot. Punt 1. Waarom gaan wij naar Somalië? Wat is er niet goed aan Nederland? Waarom is Nederland niet genoeg? De Nederlanders die wonen toch al sinds de hunebedden? Geintje. Wonen we toch al hier? En plotseling is het niet meer goed in Nederland. Nee, ik wil naar Kenia. Ja, dan lijkt me dat je dan heel vriendelijk moet vragen aan die Kenianen. Van, ja, in Nederland hebben we er zo een puinhoop van gemaakt. Nou, is erg hoor. We willen graag hier. Ja, als die Kenianen dan zeggen, of de Somalianen dan zeggen, ja, sorry, maar we kunnen er niet meer bij hebben en we hebben grenzen aan de immigratie. En in jouw geval is niet ernstig genoeg. En dan pakken wij een geweer en dan gaan we richten op een Somalische politieagent. Wat denk je dat met jou gebeurt? Een klopje op je schouder? Een doos Kleenex voor het huilen? Of krijg je 20 kogels van een Uzi door je buik? Ik vind het gek.
En ook die andere series die ik heb gezien. In deze serie is dan die Somaliër. Dat is een hele zielige man. Want in Somalië hebben de Somaliërs er een puinhoop van gemaakt. En die willen naar Zweden, ging het om. En die willen naar Zweden. En daar kan je ze niet zomaar terugsturen. Niet na een procedure van zoveel maanden. Ik vind het ook wel zielig hoor, voor die Somaliërs. Dat ze niet in staat zijn om hun eigen land, om daar te kunnen wonen. Ze hebben zich te veel voortgeplant, misschien? Ja, in Somalië hebben we graag 7 kinderen per vrouw. En het wordt een beetje druk daar. Dus nou komen we hier. Is het dat? Nou, dan zou ik zeggen tegen die Somaliërs, dan moet je gewoon niet zoveel kinderen krijgen. En zeg maar tegen je kinderen, 1 kind per vrouw en dat is het dan geweest. Gewoon een foldertje maken in de Somalisch. Als die Somaliërs überhaupt kunnen lezen. Want dat betwijfel ik in hoge mate. Die Somaliërs die ik hier in Arnhem zie, die hangen op straat rond. Daarom zie ik ze ook de hele tijd. En dan zal je zeggen, Perry, maar als jij de Somaliërs op straat ziet hangen, dan loop jij toch ook over straat? Ja, klopt. Om boodschappen te doen, ja. Want ik werk vanuit huis en ik doe boodschappen wanneer mij dat uitkomt. En dan staan die Somaliërs daar. Die hebben geen mobiel nodig, maar die roepen dan naar elkaar op van grote afstand. Van, hey! Nou, daar kan je geen reet van verstaan. Kunnen die mensen lezen en schrijven? Wow, ik weet het niet. Die indruk maken ze niet. En in die politie-serie dingen. Deze was dan Zweeds en die man is dan de gebeten hond. Want die Zweedse agent heeft dus die Somaliër die hem bedreigde met een geweer met hagelpatronen. Waar je behoorlijk ernstige verwondingen van op kan lopen. En hoe haal je het in je hoofd om een wapen te richten op een overheidsambtenaar? Laat staan op een mens. Denk je dat het geen consequenties heeft? En dan wordt er kritisch gedaan naar die rechercheur. En dan wordt aan hem gevraagd van, maar waarom heb je dan teruggeschoten? Nou, omdat die man een geweer op je richt. Je moet een geweer op mij gaan richten. Dan probeer ik er ook van weg te komen. Ik zeg niet dat je geweld met geweld moet vergoeden. Maar ik kan me goed begrijpen dat als je een wapen richt op iemand die daar gewoon voor zijn werk zit, om die Somaliërs te helpen, zodat ze een uitkering kunnen krijgen en een woning en een douche en een toilet en opleiding voor hun kinderen en gezondheidszorg. En dan ook nog een beetje vrije tijdsbestedingsgeld. Dat ze naar een meer kunnen gaan en een tentje kunnen opzetten. Dat is toch allemaal vriendelijk bedoeld van die Zweedse bevolking, of niet? En als dan diegene die terug moet daar boos over wordt en met een wapen gaat denken af te dwingen om te mogen blijven, dan zou ik zeggen, wegwezen met die man. En dat geldt voor Somaliërs die naar Nederland komen of naar Zweden. En dat geldt voor Zweden of Nederlanders die naar Somalië willen. En zeggen, hallo Somaliërs, ik kom hier wonen. Ja, het is pech. En die blanke, die wordt dan ondervraagd. En er wordt gelijk gevraagd, ben jij een racist? Nou, het heeft niks te maken met racisme. Het heeft ermee te maken dat die Somaliër liep te zwaaien met een geweer. En dat doe je niet bij de sociale dienst. Daar krijg je problemen mee. Dat zou ik eens moeten proberen. Ga ik hier het politiebureau binnen met een wapen en dan richt ik de openaar. En ik schiet ook nog eventjes mijn wapen een paar kogels door de ruiten heen. Nou, kom op. En het andere fenomeen van Netflix, is dat de top guys, dat zijn altijd vrouwen.
En het liefst nog vrouwen met een tintje. Waar staat het op? Er was een tijd hier in Nederland, dat zal wel binnenkort afgelopen zijn, maar dat de jongens die voetballen tegen de jongens en de meisjes die voetballen tegen de meisjes. Dat is geen kwestie van seksisme. Dat is een kwestie van het feit dat als je 11 jongens laat voetballen tegen 11 meisjes, dat is een gewonnen wedstrijd. Een gelopen wedstrijd voor de jongens. Zo was dat toch? Maar niet volgens Netflix. Binnenkort heb je dan gewoon dat jongens teams tegen meisjes teams moeten spelen. En Netflix gaat natuurlijk lekker door met die meisjes helemaal op te hemelen. En zo dadelijk krijg je weer gescheiden voetbal, omdat die meisjes veel beter zijn in voetballen dan jongens. Ik vind het gek. Of vinden wij dat interessant? Een soort science fiction. Van ja, nu zijn de jongens sterker dan de meisjes, maar zo dadelijk zijn de meisjes sterker dan de jongens. En dan moet je eens kijken hoe ze die meisjes, die dan zo geweldig zijn, wat ze die aan teksten geven. Die schelden, jongen. Oi. Ik zag zo'n scène waarin de mannelijke politieagent was een wat oudere man en die had gezegd, we moeten ons mannetje staan. En zijn vrouwelijke collega zei, nog eens zo'n opmerking en ik trap je knieschijven eruit. Bekhouwer lul. Kijk, zo'n vrouw mag dat allemaal zeggen. Ook zo'n vrouw die dan zegt, ja, ik zeg altijd maar gewoon wat ik denk. En als ik het dan gezegd heb, dan realiseer ik me pas wat ik gezegd heb. En dan denk ik wel eens, oei. Nou, wat dacht je van duct tape? Als je als vrouw je niet weet het beheersen, dat je alleen maar je eigen gedachten er gelijk uit moet sproeien. Het maakt niet uit wat er uitkomt. Het is een uiting van je emotionaliteit. Dan denk ik, ja, daar zijn we weer terug bij het begin. En dat was ook de reden waarom vrouwen een stapje terug moeten houden. Want ze flappen er gewoon van alles uit. En dat mag dus, en dat is geweldig. Ze zijn altijd veel slimmer. Kijk maar bij Netflix. Vrouwen zijn zo slim, die schelden iedereen uit, komen er weer weg. En ze lossen de moordzaak op. Ze krijgen buitenechtelijke kinderen, maakt geen donder uit. Nou, Netflix is echt het allerbeste sinds de uitvinding van het gesneden brood. Heerlijk om ernaar te kijken. Om te zien wat het maatschappijbeeld is wat ze ons opdringen. Met mooie camerashots en een plot en rode haringen, zo heet dat, hè? Red herrings. Dat je denkt, oh, Piet heeft het gedaan, maar het was Piet helemaal niet. Piet kon er niks aan doen. Het was Henk. Zodat je helemaal verbaasd achterover zakt bij de aftiteling. Van, potver, ik had het bij het verkeerde eind. Ja, en wat had je inmiddels gezien? Alle mannen zijn een bitch dom. Net als Willem-Alexander. Nou, is dat de uitzondering op de regel natuurlijk, want die man is daadwerkelijk een beetje dom. Denk ik. Maar ik niet. Ik ben een doordouwer en een doorzetter. En ik denk na voordat ik mijn gedachten uitspreek. Er was zo'n scène dat een man, hij was vreemd gegaan. Nou, dat hoor je niet te doen. Oké, dat hoor je niet te doen. En die vrouw, die wist dat toen nog helemaal niet. En die man die wilde scheiden. Toen heeft ze die man van de trap afgeslagen. Stel je eens even voor dat je dat omdraait. Dus je vriendin komt bij jou. En die zegt, ik wil bij je weg. En jij wordt zo kwaad
Je gooit haar, je smijt haar, je stompt haar, je slaat haar van de trap af. Wat denk je dat de consequenties zijn? Voor haar waren die consequenties nul. En dat zie je op Netflix. En je mag van mij gewoon naar Netflix blijven kijken. Je mag je kinderen naar Netflix laten kijken. En je realiseert je erbij welk foutief beeld er geschetst wordt van ons mensen. Want wij zitten niet zo in elkaar. Een vrouw die haar man slaat is net zo schuldig als een man die zijn vrouw slaat. En een neger die hier in Nederland de sociale dienst binnenloopt met een wapen, die krijgt net zoveel problemen als een blanke die het Somalische sociale dienstgebouw inloopt en daar zegt, ik wil een uitkering en een bla bla bla. Dat moet net zo erg zijn. We zijn allemaal mensen. Ik ben geen racist, want ik ben een christen. En in de Bijbel staat nergens, gij zult racistisch zijn. In de Bijbel staat, wij zijn allen kinderen van God. Dat je geen krokodil in je woning wil, dat is tot daaraan zo, daaraan toe. Een mens in principe. Een mens verleen je asiel. Een duif of een kip, ja, die zoekt het maar uit. Je hebt van die Canadese ganzen, die komen hier ook allemaal naar binnen. Die vreten al het gras op en wat ze niet opeten, dat scheiden ze vol met ganzenpoep. Ja, dan is je hele grasland aan de Rasmodee. Jij blij als boer? Ik ga weer verder kijken naar Netflix. Doen jullie dat ook maar? Moet je vooral eens gaan kijken naar Black Mirror. Kijk maar eens naar de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn overal beter in, behalve in hun taalgebruik natuurlijk. En in hun emotionaliteit, en ze schieten de hele tijd uit hun dak, maar dat is allemaal acceptabel. Maar ze zijn wel degene die altijd de hero zijn, of de heroine moet je zeggen. Of is dat weer seksistisch? En mensen met een tintje, die zijn altijd slimmer, inzichtelijker, strenger, afstandelijker, rationeler. En die blanken zijn allemaal domboos. Neem er notitie van, zou ik zeggen. En om het maar eventjes erin te wrijven. Wij blanken zijn beter in taal dan mensen met een tintje. Ja, hoe dat kan, weet ik niet precies. Het maakt mij ook helemaal niet uit. Wat maakt mij het uit dat een Somaliër geen Nederlands kan? Maar ik kan wel een beetje Duits. En op zijn Duits zeg ik, tjus. En dag lieverds.